Hij werkte veel te hard, dus hij raakte overspannen. Dus hij nam de eerste, de beste vrouw. Oh, mag u alsjeblieft nog een keer overnieuw? Ik heb me even vergist, sorry dat het zo is. Hij werkte veel te hard, dus hij raakte overspannen. Dus hij nam de eerste, de beste vrouw, 's avonds op straat. Zijn eigen vrouw belandde, toen ze dat hoorde. In het gekkenhuis en hij in de bak. Maar ja, het leven gaat verder, verder. Hé, klopt je sinds volgens mij? Ja, ja. Hè? Wat even? Mag ik wat verbeteren, hè? Dat is voor jou waar we het gisteren over hadden. Denk aan wat je zegt. Oh ja. Het is niet niks natuurlijk, hè. Ja, het live nummer is het nummer, maar... Ja, maar iets aan elkaar. Hallo. Hij werkte veel te hard, dus hij raakte overspannen. Dus hij nam de eerste, de beste vrouw, 's avonds op straat. Zijn eigen vrouw belandde toen ze dat hoorde. In het gekkenhuis en hij in de bak. Maar ja, het leven gaat verder, verder. Het leven gaat verder, verder. Al kom je zelf niet verder, verder. Je leeft je leven verder. Al is het in de grootste eenzaamheid, in de zwaarste vertwijfeldheid, in de diepste vernederdheid. Je leeft je leven verder. Mag u nog één keer? Ik heb mijn woord verkeerd gezongen opeens. Ja, maar het ging juist heel goed, hè? De sfeer was echt heel goed, nou. Ik weet nou echt precies hoe het moet. Je weet nou hoe die moet? Ja, echt. Dan komt hij weer. Au, 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 het leven gaat verder. Au, 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 het leven gaat door. Een sombere puber, met de kop vol met pukkels, loopt gebukt door een steegje, wendt zijn hoofd af als een meisje naar hem kijkt, wendt zich wanhopig tot de huidspecialist, die een kwakzalver is, dus hij raakt aan de drugs. Maar ja, het leven gaat verder, verder. Het leven gaat verder, verder. Al kom je zelf niet verder, verder. Je leeft je leven verder. Al is het in de grootste eenzaamheid, in de zwaarste vertwijfeldheid, in de diepste vernederdheid. Je leeft je leven verder. Oh, 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 het leven gaat verder. Oh, 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 het leven gaat door. Eenzame neger staat stoned bij de dansvloer, verlangt zo naar dat meisje dat hij met haar vriendje is. En hij is niet echt relaxed, man, en hij raakt gefrustreerd. Dus wat doe je dan? Je gaat naar de hoeren, want het leven gaat. Want het leven gaat verder, verder. Het leven gaat verder, verder. Al kom je zelf niet verder, verder. Je leeft je leven verder. Al is het in de grootste eenzaamheid, in de zwaarste vertwijfeldheid, in de diepste vernederdheid. Je leeft je leven verder, 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 verder. Je leeft je leven verder. Ah, jezus man, helemaal fout, joh. Ah, weer fout. Mag ik nog één keer opnieuw, alsjeblieft? Hoe dan precies? Zo? Zo.
Elke flat is een proleet. Een a... Als jullie dan nog een keer... Ik heb me versproken, per ongeluk. De flat is een proleet die aan identiteiten vreet. Een rijkelijk bedeelde marmot zich wentelend in zijn lot. De flat is een proleet, een met kneusjes overladen gate. Het jongetje van verdieping 2 spuugt als ik aankom, lopen stilletjes naar beneden. Wie laat er zijn kennelijk grote hond uit? Oh, overnieuw. Ik heb toch een foutje gemaakt. Oh. Nee. Maar hij was dat toch verder goed, hè? Ik weet, hij moet later rond. Dus. Ja, ik weet precies hoe het moet. Ik weet precies. De flat is een... Oh, mag ik nog één keer alsjeblieft, Hans? Nee, ik sprak niet goed uit. Mag die alsjeblieft nog één keer? Ja. Hij loopt weer. De flat is een proleet die aan identiteiten vreet. Een rijkelijk bedeelde marmot zich wentelend in zijn lot. De flat is een proleet, een met kleusjes overladen gate. Het jongetje van verdieping 2 spuugt als ik aankom, lopen stilletjes naar beneden. Later zijn kennelijk grote hond uit. In de kelder, in de kelder. Wie beplast er continu de muurtjes van het portiek? Wie verkracht er steeds maar weer die arme kleutertjes? In de kelder, in de kelder. Mensen, laten we eens eerlijk wezen. Met z'n velen zijn we hier wel niet schizofriek. Die krabbelt lul en kut op de binnendeur van de lift. Waarom staat overal als ik opkijk, wie dit leest, die is geschrift. Het trappenhuis is niet veel geschikter. Gisteren nog iemand onwel geweest. Mijn nachtrust heb ik alleen nog maar met een overdosis pillen. Want links, rechts, boven, onder vieren ze feest. In de kamer, boven mijn kamer, laten een van zijn befaamde winden. Maar hoe ter wereld doe je over zoiets je beklag? Als enige oplossing zie ik het slechts om me stoffelijk te ontbinden. Het probleem lost zichzelf op, ik spring er gewoon vanaf. Maar ook als ik het dan eenmaal niet meer ben, zitten we nog met enkele hamvraagjes. Namelijk. Wie laat er zijn kennelijk grote hond uit? In de kelder, in de kelder. Wie beplast er continu de muurtjes van het portiek? Ja. Wie verkracht er steeds maar weer die arme kleutertjes? In de kelder, in de kelder. Mensen, laten we eens eerlijk wezen, met z'n hoeveelen zijn we hier wel niet schizofriek. Wie krabbelt lul en kut op de binnendeur van de lift? Waarom staat overal als ik opkijk, wie dit leest, die is geschrift.